Zo, we hebben bijna op een sokkel gereden. Maar goed, we gaan toch maar beginnen met het programma. Dag dames en heren. Vandaag een typisch Duitse onderwerp in dit programma In Gesprek Met. Als ik tegen u zeg liqueur, jenever, dan denkt de gemiddelde Dordtenaar toch wel aan Rutte. Want in 1830 kwam Simon Rutte naar Dordrecht om zich als zelfstandig distillateur hier te vestigen. In 1872 ging hij naar dit pand hier aan de Friese Straat. En nu, 5 generaties verder, distilleert men bij Rutte nog steeds op dezelfde eigenzinnige wijze als voorvader Simon dat deed. Met één belangrijk verschil. Anno 2010 staat er een vrouw aan het roer. En haar motto is, zet je niet af tegen anderen, ga uit van je eigen kracht en doe waar je goed in bent. Niet waar, Mirren Hendricks? Klopt helemaal. Want u bent een directeur in loondienst bij Rutte. Voorheen waren het allemaal mannen. Goed dat dat doorbroken is. Rutte. Ja, dan denk ik altijd aan een smaakvolle ontmoeting. Is die smaak van toen, is die vandaag de dag nog steeds hetzelfde gebleven? Of is de gastronomische drinkcultuur sterk ontwikkeld? Nou, dat laatste inderdaad. Wij gebruiken dezelfde methodes als vroeger. Hetzelfde ambacht, dezelfde kennis, dezelfde ingrediënten. Maar de recepten zijn iets wat aangepast aan de wensen van deze tijd. Ja, alles ontwikkelt mee, hè, zeggen alles we dan. Alles ontwikkelt mee, inderdaad. Ja. Nou, kennen heel veel Dordtenaren kennen deze slijterij van buiten. Mevrouw zegt al ja. We gaan zeker naar binnen, mevrouw. Het lijkt me inderdaad een goed idee als we de Dordtenaar, de kijker van nu, eens even meenemen wat zich achter deze deuren afspeelt. Zullen we dat eens gaan doen, mevrouw Hendricks? Want een stap naar binnen betekent ook een stap terug in de tijd, heb ik me laten vertellen. En als ik dan het interieur zie, dan klopt dat wel een beetje. Ja, dat klopt. Wij zitten in het pand sinds 1872. Er zit de familie Rutte hier al, dus dat is al een hele tijd. Toenertijd was er al een drankenzaak, een soort slijterij. Een aantal tientallen jaren daarna is het pand, is de winkel helemaal in deze stijl verbouwd. Ja. En dat houden we in ere inderdaad. Ja, want zullen we vast even verder lopen? Simon Rutte verbaasd hebben dat zijn liqueuren ver over de stadsgrenzen bekend zijn geworden? Nou, dat verwacht ik wel. In die tijd had je in iedere stad had je tientallen brouwerijen, distilleerderijen. Dus het was in die tijd heel normaal om heel veel kleine zaken te hebben die heel regionaal en lokaal functioneerden. Ja, ja, ja. Maar laat ik dan gelijk tot de grote hamvraag komen, want ik ben iemand die graag de koe bij de horens vat. Wat is nou het geheim van Rutte? Het geheim van Rutte vertellen we natuurlijk aan niemand. Maar u kunt het rustig aan mij toevertrouwen. Ja, dat is gewoon een beetje kostbaar, het geheim van Rutte. En dan heb ik het echt over de recepturen. Die zijn natuurlijk hartstikke geheim. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat Rutte nog steeds staat waar het staat. En alleen maar steeds bekender geworden is in Nederland. Is omdat wij niet tornen aan onze oude principes. Ja, dus geen smaakstof, geen kleurstof, alleen top ingrediënten. Oud ambacht. En dat met passie maken. Ja, want passie, dat staat bij u echt voorop, heb ik me laten vertellen. Ja, passie voor het vak. Nu gaan we een ruimte binnen. Kunt u de kijker even uitleggen wat wij hier zien? Ja, waar we nu zijn, dat is echt de oude distillerij. Waar echt John Rutte de ketels had staan en zijn product maakte. En dat is eigenlijk niet veranderd. Ja. We hebben het wat opgeverfd en dat is alles. Ja. Dus we hebben hier nog steeds onze distilleerketels staan. 2 stuks. Waarvan de grote, deze ketel, nog steeds een aantal dagen per week in bedrijf is. Maar wat zit hier nou in? Nou, wat hierin gaat, wij maken niet de alcohol zelf, maar wat hierin gaat. Dat kopen jullie in, hè? Ja, alcohol kopen we in. Maar wat wij doen is smaak onttrekken aan allerlei lekkere natuurproducten. En dat kunnen kruiden zijn, jeneverbessen, citroenschillen, kersen, zwarte bessen, etc. Dat gaat hierin. Nou heb ik me wel laten vertellen dat John Rutte, die ging in het verleden wel eens aan de Biesbos, ging er allerlei bloemen en kruiden plukken. En ging daar weer van een liqueur maken vervolgens. Ja. Een beetje uitproberen. Ja. Is dat iets wat vandaag de dag nog steeds gebeurt? Ja, dat doen we nog steeds. We plukken nog steeds zelf fruit. Het fruit dat we niet bij de groenteboer kunnen kopen, bijvoorbeeld sleedoren. Dat zijn kleine pruimpjes die we zelf gaan plukken. En dat doen we ook nog steeds in de Biesbos, dat soort fruit halen. En we ontwikkelen ook nog steeds producten. Het is niet zo dat we echt iedere weekend de Biesbos intrekken en denken van, nou, laten we eens op zondagmiddag weer wat gaan plukken en wat gaan bekokstoven. Dat nou ook weer niet. Maar regelmatig worden er nog nieuwe producten gemaakt. En wat de cameraman nu in beeld heeft, wat is dat precies? Wat zit daarin? Dit zijn kersen.
Ja. En dat noemen wij eigenlijk een tinctuur. Er komt hier allerlei vers fruit binnen. En dat wordt op alcohol gezet. En daar trekken we een extract van. Ja, en dat is weer een grondstof voor een liqueur. En wat zit hierin dan? Mag ik even... Ik denk dat dat zwarte bessen zijn. Ja, dat ruikt inderdaad bessen. Naar... Ja. Hoe lang moet dat nou in zo'n pot staan? Minimaal 3 maanden. En dan? Wat we dan doen is de vloeistof eraf halen. Dat is dan een grondstof voor een liqueur. En het fruit zelf wordt vaak ook nog gedistilleerd. Dan maak je daar een fruitdistillaat van. Goed, dus in deze ruimte, kort samengevat, in uw woorden, hier wordt... De smaak gemaakt. De smaak onttrokken aan het fruit en de kruiden. Goed, en dan in de andere ruimte, lopen we nu naartoe. Ja. Wat gaat daar vervolgens gebeuren? In de andere ruimte worden de verschillende halffabrikaten gemengd tot concentraat of eindproduct. Ja, en zien we dat hier gebeuren bij deze meneer? Wat is hij aan het doen? Wat Mario aan het doen is flessen vullen. Het merendeel van onze productie wordt natuurlijk niet meer in Dordrecht in onze distillerij gevuld. Maar dat besteden we uit. Maar de kleinere producten of nieuwe producten, die doen wij hier nog met de hand vullen zoals hier nu gebeurt. Ja, want uw voorganger, Erik Herter, die heeft eigenlijk Rutte van een Dordts merk... uitgebouwd naar een landelijk kwaliteitsmerk. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is in heel Nederland te koop bij iedere slijter, groothandel, macro, sligro. Ja. Ja. Want wat hebben we nu in beeld, die zwarte vessen? Is dat wat we nu aan het liqueur of zo? Dat zou je denken, maar wat we nu aan het afvullen zijn is een nieuw product. Zo nieuw dat het nog niet in de winkel staat. En hoe heet dat product? Het heet Cuban Coffee. Dat heb ik zelf bedacht en ontwikkeld. Het is namelijk van echte Cubaanse koffiebonen gemaakt. Maar hoe kom je daar dan op? Omdat ik Cubaanse koffie lekker vind, vaak in Cuba kom. En besloot om die lekkere Cubaanse koffie te verwerken in een liqueur. En wat wij dan doen is dat we teruggrijpen op oude recepten van Jean Rutte. Want die had ook al een koffielikeur. Dus ik pak het recept van Jean Rutte erbij. En dat ga ik dan verwerken met nieuwe koffiebonen, iets wat aanpassen. Totdat we dit fantastische nieuwe product gemaakt hebben. Ja. Nou is er ook boven een proeflokaal. Ja, dat klopt. En omdat u altijd zegt van, weet je, wie niet sterk in moet slim zijn. En dat betekent concreet een ander heel veel laten proeven. Ja. Stel ik voor dat we eens even naar boven gaan om dat proeven dus eventjes op de proefsom te nemen. Lijkt me een goed idee. Ja? Gaan we even naar boven. Nou, mevrouw Hendricks, dan zijn we nu aangekomen in het proeflokaal. Ik heb me hier enorm op verheugd, dat begrijp ik natuurlijk wel. Ja, lullig dat cameraman Frank nu even niks kan drinken. Maar goed, dat is het voordeel als je verslaggever bent. De wodka. Nou gaat daar een heel leuk verhaal over in Dordrecht, hè? Over de wodka. Ja, wij maakten al tientallen jaren wodka. Ik wist dat het een hele goede wodka was. Want Bertus, die 40 jaar bij ons gewerkt heeft, die vertelde dat in de jaren 70 de Russische zeelieden speciaal naar Dordrecht kwamen om hier de wodka te kopen. Oké, want u, ik zou zeggen, mogen we gewoon een glaasje gaan proeven? Ja, natuurlijk. U drinkt met me mee uiteraard, als Rutte-vertegenwoordigster. Wat is het verschil tussen deze wodka die vroeger te koop was en deze organic wodka? Nou, wat we gedaan hebben is dat in de trend van vandaag de dag hebben we het recept genomen zoals het was. Maar we hebben de ingrediënten allemaal biologisch ingekocht met een officieel certificaat erbij. Ja. Waardoor we nu echt de eerste biologische wodka van Europa hebben. Oké, want wordt dat een nieuwe trend? Organic? Ja, het is helemaal in alle supermarkten vind je tegenwoordig een biologische lijn. En wij vonden het woord organic wat hipper. En dat zie je ook steeds vaker terug ook in de trends van vandaag de dag. Omdat biologisch soms nog een beetje een geitenwolle sokken imago heeft. En organic is helemaal hip en happening. Oké, waar moet ik op letten als ik nu ga drinken? Heb je een tip voor me? Het is, je moet letten op wat je voelt in je mond en in je keel als je doorslikt. Het is heel zacht, terwijl er toch 40% alcohol in zit. En het is een wodka die een hele mooie smaak heeft. Nou, zullen we het eens even gaan proeven? Ik zou zeggen proost op de toekomst van Rutte. Dat drinken we op. Het is niet echt zo dat je zegt het brandt in je keel. Dat bedoel ik. Dat is inderdaad heel erg zacht. Ja. Even slotvraag. Hoe hou je nou zo'n bedrijf als Rutte? Hoe hou je dat in de toekomst nog heel levendig? Want de Rutte's, die staan hier niet meer in. U staat erin met een aantal aandeelhouders. Het is u versus de aandeelhouders, heb ik me wel eens laten vertellen. Ja. Waar u zich heel erg goed bij voelt. Ja.
Hoe gaan we dat in de toekomst? Nou, wat we doen is heel erg onze creativiteit inzetten. We bedenken nieuwe producten. We bedenken allerlei spannende PR-events. We trekken het land in. We staan op hele bekende haringpartijen. Nijenrode, Koerhaus. We worden geschonken in de beste restaurants. We laten veel proeven. En doordat we altijd bezig zijn ons assortiment te verbreden, uit te diepen, zijn we nog steeds een groeiend merk in Nederland. Oké, nou dan ben ik blij dat wij vandaag eens een keer langsgekomen zijn als RTV Dordrecht bij een lokaal product met landelijke allure. Ja. En ik denk dat met de komst van u het oude lullen-imago van Rutte ook wel een beetje om zeep is geholpen. Nou, dankjewel. Dat is ook een beetje de bedoeling natuurlijk. Oké, okay. Nou, ja. Dan ga ik verder met het proeven van de vodka. Ik denk dat wij de fles ondertussen wel leeg gaan maken vanmiddag. tot zover deze aflevering van In Gesprek Met. Volgende week hebben we weer andere gesprekstof van een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Bedankt. Proost.